Gaan hem op. Ik wist dat ik je ergens van kende. Nou, het lijkt me niet meer dan fair dat ik je even waarschuw, Leo. Want je zoekt het in de verkeerde richting. Oh. De tijd tikt en we hebben nog steeds 7 vragen. Weet je wat? Steek die 7 vragen maar in je reet. Dat je niets meer geeft om het leven van je vrouw, daar kan ik in komen. Maar dat het leven van je dochter je geen cent meer waard is, dat verbaast me. Goed. Ik hoop dat jullie een hele leuke avond hebben gehad. Normaliter doe ik dit nooit, Leo. Kandidaten helpen. Maar in dit geval voel ik me toch gedwongen je een beetje op het juiste spoor te zetten. Weten hoe stevig die vingers eigenlijk zijn. En ik had natuurlijk alleen maar een paar van die oude roestige zaagjes. Krijg je weer een beetje vertrouwen in me, Leo? Ah, ja, goed dat u bent. Hier, meneer, daar. Of denk je nog steeds dat je vrouw haar eigen vinger heeft afgesneden om jou een lesje te leren? Gaat wel erg ver. Vind je niet? Dit is wel de laatste keer dat ik je help, Leo. Goedenavond. Wat is er aan de hand? Wilt u opstaan en rustig met ons meegaan? Wat zegt u? U heeft me gehoord. Ja, ik heb u gehoord, maar er moet een misverstand in het spel zijn. Gaat u onmiddellijk met ons mee, meneer? Maar wacht even, u maakt een verschrikkelijke vergissing. Leo, zeg jij er nou ook eens iets van? Ja, mijn vriend voelt zich niet lekker. Valt deze meneer u lastig? Er is helemaal niks aan de hand. Weet u het zeker? Het is, moet een misverstand zijn, denk ik. We werden gebeld door de eigenaar van dit restaurant. Die heeft het allemaal verkeerd begrepen, denk ik. Ja, dat is een Italiaan. Het spijt me echt dat u voor niks bent gekomen, hoor. Señor Vandermolen. Wat, Giuseppe? Het is goed. Ja, geloof me, het is helemaal goed. We zouden het heel erg op prijs stellen als we nu gewoon rustig konden gaan eten. Dit, meneer, valt Señor Vandermolen lastig. Hij zegt zelf van niet. Echt, er is helemaal... Er is niks aan de hand. Zegt, is oké. Uw lip? Wat? Oh, dat... Nee, ik ben uitgegleden daar bij de ingang. Het is namelijk heel erg glad daar. Maar... Niks bijzonders. Ja, dat klopt. Spekglad daar. Daar kan u last mee krijgen. U bent verantwoordelijk voor het parkeertarief. Giuseppe, ik bedoel het allemaal heel erg goed. Nee. Laten we het allemaal op een misverstand houden. Maar, als u ons een plezier zou willen doen... Mijn vrouw kijkt namelijk altijd. Ze zou het me nooit vergeven. Nee, natuurlijk leren ons de vrouwtjes kennen. Toch, Leo? Zal ik hem maken? Oh, als u wilt. Tuurlijk. Pardon. Even lachen. Leo, dat mag wel iets vrolijker, hè? Ja, we zitten niet op een begrafenis. Ja, mooi. Dank u wel. Niets te danken en het spijt me van het misverstand. Nou, ik denk niet dat meneer hier het expres gedaan heeft. Nee, het restaurant is druk en zijn hoofd loopt om. Mm. Nog een plezierige avond verder. Dank u. En doet u wat aan die tegels bij de ingang voor de ongelukken gebeuren? Goedenavond. Goedenavond. Maar